Shafia. En wat zijn uw hobby's? Mijn hobby's? Mijn hobby's zijn lezen en goede films kijken. En ook wel helemaal niks doen. Want ik heb het vaak heel druk en helemaal niks doen, dan ja, dat zou een hobby kunnen worden. Ja. Wat vindt u van deze school? Basisschool Duo 2002. Ja, vind ik een hele leuke school. En er zitten heel veel leuke kinderen op deze school. Ik ben hier ooit begonnen als, gewoon als moeder van een aantal leerlingen. En dat is nu 14 jaar geleden. En toen ben ik steeds meer gaan doen. Ik was eerst in de oudercommissie. En toen daarna werd ik onderwijsassistente. En sinds 4 jaar werk ik officieel hier op school. Heeft u nog een kind hier op school? Ja, ik heb een dochtertje in groep 8 op dit moment. En dat is een van de 3 kinderen die hier ook op school heeft gezeten. En ook tevens de laatste. En wat zijn uw taken op deze school? Mijn taken? Nou, dat zijn er nogal wat. Maar officieel ben ik hier onderwijsassistente voor 2 dagen in de week. En ik doe 2,5 dag in de week de brede schoolactiviteiten organiseren. Dat is wat ik hier doe. En hoe vindt u dat? Dat vind ik wel heel erg leuk, omdat het afwisselend is. Ik heb contacten met leerlingen en met de ouders en met collega's en met vakkrachten van buiten de school die ik dan inhuur. Dus dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel heel erg leuk. Waarom wilt u hier op school werken? Ik vind basisschool Duo 2000 een hele leuke, gezellige school om te werken, omdat er heel veel fijne collega's zijn die heel leuk met elkaar omgaan en dat is heel fijn werken. Wat vindt u van de cultuur hier op school? Die zijn er in ruime mate aanwezig. Heel veel kinderen met verschillende culturele achtergronden. Er zijn kinderen uit Marokko en Turkije, Hollandse kindjes, Surinaamse kindjes, Antilliaans, Pools, Bulgaars. Nou, echt heel veel verschillende culturen. En dat is best wel leuk om te zien en mee te maken. We hebben ook een Prisma-klas hier op school. Waarin dan de kinderen te zitten, zeg maar, in die klas komen ze dan binnen. Als ze dan nog geen Nederlands leren, dan zijn ze net uit het buitenland in Nederland. En dat is gewoon heel leuk om te zien hoe die kinderen zich dan ontwikkelen. Binnen een paar maanden kennen ze dan de Nederlandse taal echt helemaal goed. Dus erg leuk om te zien. Hoeveel klassen zijn er op deze school? Eens even kijken. We hebben hier ook, want we hebben een peuterspeelzaal hier op school. En we hebben de kleuters. Nou ja, groep 1 tot en met 8 natuurlijk. En dan hebben we nog die Prisma-klas waar ik het net over had. Waarin de kinderen dan zitten om speciaal Nederlands te leren. Even kijken. En we hebben in plaats van 1 groep 7, hebben we 3 groep 7. Dus. Goed, hè? Te veel. Graag gedaan.